Momenteel voeren we met het eerste Mariniersbataljon voeren een de Winter Warfare training uit. Dat is de laatste fase van onze Arctische training van Korps Mariniers. Als wij in extreme omstandigheden als mensen opereren, moet het materiaal ook daartegen kunnen. En dat is met name het hoofddoel van deze traal voor de fris. Dat hij onder extreme omstandigheden met koude, dat hij nog steeds zo functioneert als in Nederland bijvoorbeeld, dan wel in het Caribisch gebied. Waar je tegenaan loopt is ook de beperking van de mensen aan boord van de Frisk. Het is hier, nu valt de kou nog wel mee, nu zitten we rond min 10 graden. Maar als je aan boord van de Frisk 40 knopen vaart, dan heb je ook met een windchill te maken. En dan ga je al gauw naar de min 20 graden. En dan heb je snel last van bevriezingsverschijnselen. Dus waar we als mariniers naar kijken is de pakken die we nu aan het treilen zijn. Je trekt een ander soort pakken aan om warm te blijven. Dus dat zijn allemaal tactische overwegingen die we meenemen en allemaal materialen die we aan het uitproberen zijn. We zijn er nu een aantal weken mee bezig. Het bevalt zeer goed. De meerwaarde is omdat we op diverse manieren kunnen ingezet worden. Dat we heel flexibel zijn, flexibel kunnen opereren. Met de Frisk kunnen we bijvoorbeeld strandverkenningen uitvoeren. We kunnen stranden beveiligen. We kunnen verkenningen op land uitvoeren voordat de grote club, de mainbody, aan land gaat komen. Dus het is eigenlijk een vooruitgeschoven post die we kunnen gebruiken vanuit het water op land.